In Heidehuizen, een klein gehucht in Mol, hebben de inwoners het heft in eigen handen genomen. Dankzij het veerkrachtige dorpentraject van de provincie Antwerpen bedachten ze samen met het lokale bestuur slimme en duurzame oplossingen voor uitdagingen in hun dorp. Vandaag nemen we een kijkje bij drie projecten die in Heidehuizen zijn ontstaan. Welkom, wij staan in het woonzorgcentrum Hemelrijk de Mol. We hebben hier het geluk te beschikken over een mooie groene tuin. Wij zitten hier ook in de groene cirkel van Mol eigenlijk. Met het geluk dat wij hier een mooi grasveld ter beschikking hebben, zijn wij sinds kort eigenaars van leuke moestuinbakken. Wij als woonzorgcentrum zijn al langer vragende partijen om eigenlijk de verbinding te maken tussen enerzijds de buurtbewoners van Heidehuizen en anderzijds de bewoners van woonzorgcentrum Mol hier, aangezien wij ook hier wonen en deel uitmaken van het gehucht eigenlijk. En sinds het project Veerkrachtige Dorpen eigenlijk in samenwerking met de gemeente Mol en de provincie Antwerpen zijn ze eigenlijk tot realisatie van deze moestuinbakken gekomen. Na verschillende brainstormmomenten en zo was er toch wel de nood aan de verbinding tussen alle bewoners eigenlijk. Wij hebben elke eerste dinsdag van de maand dat wij samenkomen met zowel buurtbewoners als bewoners hier. Dus op vaste momenten dat wij eigenlijk samenwerken. Maar eigenlijk is het ook iets dagelijks dat op eigen initiatief van onze bewoners loopt. Dus eigenlijk kan iedereen hier samenkomen werken als het maar met veel liefde en respect voor alles gebeurt. Is het voor iedereen heel toegankelijk. Het is een heel toegankelijke manier om eigenlijk de bewoners als ze toch naar buiten komen. Want ja, zoals we allemaal weten, bewegen is leven. En ook met de groentjes die hier in de moestuinbakken die dat groeien, die kunnen we dan eigenlijk gebruiken in de maaltijden dat we hier klaarmaken. En we maken ook elke maand soep met de bewoners en zo. Dus dat was ook heel leuk. Ondanks dat het eigenlijk al wel een succes is, zijn alle helpende handen of curieuze neuzen altijd welkom. We hebben sinds kort ook een samenwerking met de gemeenschapsinstelling hier in Mol, die daar voor ons leuke buitenspelen hebben ontwikkeld. En we merken ook wel dat vele kinderen uit de buurt nu ook s'avonds toch wel de overstap maken om hier in de tuin van die spelen gebruik te maken. Dus wij zijn daar heel blij om. Heidehuizen kampt al jaren met sluipverkeer. Dankzij telramen kan het dorpsteam nu de verkeersdrukte nauwkeurig in kaart brengen. Dit initiatief is een uitstekend voorbeeld van hoe burgers zelf gegevens verzamelen om hun leefomgeving veiliger te maken. Steven leidt werkgroep verkeer en hoopte met de telramen de verkeersveiligheid in Heidehuizen te verbeteren. Zo'n telraam is een klein toestelletje. Dat kan je aan je raam plaatsen met een zicht op de weg die je wilt gaan meten. En dat gaat vervolgens op een online dataplatform allerlei gegevens verzamelen over de verkeersdrukte, de verkeersintensiteit en de snelheden die zich voordoen in de straat. Die data kan je dan gaan analyseren om tot conclusies te komen en eventueel samen met het bestuur ook te kijken van oké, hoe zouden wij de situatie die er nu is in de toekomst graag willen zien evolueren? Welke maatregelen gaan wij daarvoor nemen? En ook wat is het effect van die maatregelen? Op dit moment zien wij op de meetpunten dat het grootste probleem toch wel het aanhouden van snelheid is. Het gevoel dat sterk leeft bij mensen dat het een heel drukke straat is, wordt ook wel bevestigd. Wij meten op de hoofdas bijvoorbeeld 2500 verkeersbewegingen per dag. Dat is een vrij groot aantal als je kijkt naar het type weg waarover we dan spreken. En ook de situatie van ons dorp is vrij uniek, denk ik. We zijn volledig omsloten door wegen die wel bedoeld zijn om veel verkeer te verwerken, terwijl dat de dorpskern dat eigenlijk niet is. Verder zien wij ook dat er veel fietsers zijn. Wij tellen hier op de hoofdas per dag 700 fietsers. Dat is niet zo gek, want we hebben hier ook een secundaire school met een grote campus, een lagere school. Dus dat is op zich goed. Alleen de infrastructuur is niet aanwezig om die fietsers ook op een veilige manier zich te laten verplaatsen. Naast het telraam op de hoofdweg hebben we toch ook enkele opvallende conclusies qua snelheid. We zien bijvoorbeeld dat binnen die zone 50
85% van de mensen een snelheid aanhoudt van meer dan 78 km per uur. 90% van de verkeersdeelnemers rijdt daar eigenlijk te snel. In de zone 30 aan de lagere school is het zo dat de mensen daar eigenlijk 60 per uur aanvoelen als een correcte snelheid. En dat is ook de snelheid die daar gereden wordt. Het project Vierkrachtige Dorpen draait voornamelijk om participatie en kijken hoe je de toekomst van je dorp mee in handen kan nemen om tot een leefbare omgeving te komen. En net dat is met mobiliteit en verkeer een actueel thema waar ook denk ik iedereen wel mee geconfronteerd wordt in het dagelijkse leven. En het concept van participatie leent zich daar perfect, zowel om de situatie aan te kaarten als om samen te gaan zoeken naar welke oplossingen haalbaar zijn voor iedereen die hier woont, maar ook zich moet verplaatsen in het dorp. Tot slot is de Groene Driehoek een uitstekend voorbeeld van het veerkrachtige Heidehuizen. De Groene Driehoek is een plein tussen het woonzorgcentrum en de begraafplaats. Het is omgetoverd tot een leuke ontmoetingsplek en is daarom het hart van de gemeenschap. Zoals je hier kan zien, zitten we eigenlijk in een groen stukje ook nog wel. We hebben een paar wegen die dat wel scheiden, maar we zitten vlakbij een natuurgebied. Ook ons pleintje bevindt zich tussen het groen, hier de bomen naast ons. En vandaar dus de Groene Driehoek. Zoals je kan zien, proberen we dus heel veel op verbinding te werken. Zowel jong als oud zouden we hier een rustig plekje moeten kunnen vinden om met elkaar in contact te kunnen komen. De jongeren die gaan vooral eigenlijk op de spelelementen hier kunnen gebruiken. En voor de ouderen hebben we vooral rolstoeltoegankelijke banken. Dus je kan hier gemakkelijk verpozen. Kom je met de fiets langs, kan je hier ook even rustig komen zitten. Vanuit het dorpsteam, dat ook ontstaan is van de Veerkrachtige Dorpen, organiseren we een paar keer per jaar een filmavond. Wat hebben we nogal gedaan, zoals nu de picknick. Die is eigenlijk spontaan tot stand gekomen uit een vorige actie die we ondernomen hadden van een speelstraat. Waarbij dat we in de zomervakantie gezorgd hebben dat jongeren hier met hun ouders een gezellige namiddag konden beleven. Dus voorlopig is dit een tijdelijke opstelling voor het pleintje. De gemeente moet dit nog bestendigen. En we hopen natuurlijk ook wel dat we dat kunnen waarmaken. En dan onze toekomstvisie is eigenlijk dat we dat nog een beetje verder kunnen uitbreiden. Dat we dat nog gezelliger kunnen maken. En misschien ook met enkele wandelroutes die dat hier uitgestippeld kunnen worden via het natuurgebied kunnen gaan. En dan ook een stopplaats voor de fietsers. We hebben hier een herstelpunt voor fietsers. Dus eigenlijk is dat ideaal hier. Ja. Heidehuizen laat zien hoe een kleine gemeenschap grote veranderingen kan doorvoeren met de juiste steun en samenwerking. Voor al hun projecten kregen ze een subsidie van Veerkrachtige Dorpen en de provincie Antwerpen. Dankzij de moestuinbakken, de telramen en de Groene Driehoek is Heidehuizen niet alleen veiliger, maar ook een plek waar jong en oud elkaar vinden. Wil je meer weten of zelf een traject starten in jouw dorp? Surf dan naar www.veerkrachtigedorpen.be.